not going to stay empty for a long time, because there's another example of rare ability that I'd like to show to you. Wij noemen dit bij Sondeer ofwel de trek zonder knik. Je ziet hier geen onderbreking van de gewasflow, maar een soepele flow, zodat we een perfecte strookwaliteit kunnen garanderen. Daarna komt ook het stro op de schudders, de 7-trap schudders, die dan eventueel restkorrels nog kunnen afscheiden. Dan komen we op onze zeepcapaciteit. Want Pim, als je dorstcapaciteit en doorvoer verhoogt, moet je het ook goed kunnen reinigen. Hier hebben we onder de eerste dorstrommel vijzels gemonteerd, afvoervijzels. U weet, u zult waarschijnlijk weten, in het verleden hadden we een voorbereidingsbodem. Als u dan in vochtige omstandigheden kwam, zoals we bijvoorbeeld dit seizoen ook weer gezien hebben, kan het zijn dat een voorbereidingsbodem aanlaat. En zo is zijn functionaliteit teniet gedaan. Met de vijzels genereren we een zelfreinigend effect. Dit is echter niet het enige voordeel. We genereren ook een even spreid... They were farm kids way down in Dixie, met in high school in the 60s. Everyone knew it was love from the start. One July in the midnight hour, he climbed up on the water tower, stood on the rail and painted a 10-foot heart. In John Deere green, on a hot summer night, he wrote Billy Bob Love Charlie. Charlie.